Bram van den Bussen, nederlaag tegen Aalst. Geen academische partij, maar wel eentje waar zeker meer had ingezeten. Ja, ik denk het wel. Aalst start gretig aan de wedstrijd, maar ik denk dat we vlug het evenwicht kunnen herstellen. Met een mooie kans voor Dieter. En dan gaat het, ja, veel middenveldspel, niet echt veel uitgesproken kansen, denk ik. Maar dat valt dan, ja, gelukkig de 0-1. En dan gaan we met een achterstand te rusten. Ik denk dat we dan proberen de groep te blijven wakker schudden en te blijven motiveren om toch door te duwen. En we hebben geprobeerd, maar in het gevecht was Aalst meestal voor de tweede bal wel iets sneller op de bal. En waardoor dat we niet echt nog heel veel uitgesproken kansen kregen. Maar ik denk dat er toch voldoende kansen waren om op die 1-1 te komen. Het gevaar kwam de ganse wedstrijd door, vooral uit de stilstaande fase. Ja, ik denk dat Dieter ook daar een perfecte speler voor is. Samen met Bojovic en ikzelf hebben we toch wat lengte en wat kobbelkracht. Maar het was net niet, het was telkens ofwel net links van de paal of de keeper die nog een goede redding doet. Maar inderdaad, het kwam veel via stilstaande fases en ondanks dit kwamen voetbalistisch moeilijk in ons spel. Maar het hedendaags voetbal wordt meer en meer beslist op stilstaande fases en dan zie je ook dat we natuurlijk nog een tweede doelpunt op stilstaande fases tegenkrijgen. Oké, dan speel je man op man en is eigenlijk de wedstrijd al gespeeld en is nog 0-2, maar dat is eigenlijk voor de statistieken. Vervelend dat het vooral thuis niet meer lijkt te lukken. Ja, super vervelend, want heel de groep was er echt op gebrand om na die twee wedstrijden thuis, om ook voor de supporters iets terug te doen. En ja, toch een feestje te kunnen vieren met het behoud als kers op de taart. We hebben er alles aan gedaan, maar het kwam er niet uit om dat balletje in de net te krijgen. Ik zeg het, naar de supporters toe, we probeerden alles om de groep ook of om de supporters achter ons te krijgen. Maar ja, als je 1-0 achterkomt, is het natuurlijk altijd moeilijk. Twee wedstrijden nu nog, volgende week naar Heist, week erna thuis tegen Geel. Ja, als we winnen tegen Heist, dan is alles opgelost. Maar de gelijkspel ben je nog altijd niet zeker. Afhankelijk van de wedstrijd van morgen natuurlijk. Maar oké, Heist, het is misschien een voordeel dat we nu in een uitwedstrijd spelen. Ik weet het niet, zij moeten komen, misschien wat meer ruimte die er zal gecreëerd worden. Ik denk dat we weten waar we staan. Al 5-6 weken dat we weten wat we moeten doen. En de ene keer lukt het makkelijker dan de andere keer. En blijkbaar is het nu een uitwedstrijd. Ik denk niet dat de mentaliteit vandaag anders was dan vorige week. Hij is dus zeker een ploeg die ons ligt. Ik wil de statistieken er niet op nagaan, maar we hebben toch al heel veel punten gepakt tegen hun. Niet dat we daar moeten van uitgaan, maar oké, dan moet ons toch sterken in de wedstrijd van volgende week zondag. Oké, bedankt. Ja. Thank you.